Het suikerbietenseizoen is weer begonnen. De afgelopen dagen zijn de eerste suikerbieten geoogst. En vanaf nu kunt u het echt gaan merken, want vrachtwagens vol met suikerbieten rijden af en aan in West-Brabant. Collega Raoul Kartens is erbij in Dinteloord bij de Suikerunie. Raoul, de verspreiding van al die suikerbieten, dat is een enorme operatie, hè? Nou, zeg maar zo'n beetje alle suikerbieten van Zuid-Nederland nu naar Dinteloord, Stampenschat liever gezegd, want dat is hier vlak in de buurt, hier naartoe komen rijden. 850 vrachtwagens per dag als die campagne echt op stoom is. En achter mij zie je echt een oude soort industrie die in West-Brabant heel erg vertegenwoordigd was vroeger. In Zevenbergen staat de oudste suikerbietenfabriek, eigenlijk suikerfabriek van Nederland. Maar je had Breda, de CSM, Roosendaal natuurlijk. En diezelfde lucht van suikerbieten, ja, die hing eigenlijk door heel West-Brabant heen. Maar dit is een beetje de laatste der Mohikanen, een enorm industrieel beest wat een half jaar stil ligt en een half jaar piekt. En dat is vannacht dus begonnen met de aanvoer van al die bieten uit Zuid-Nederland, Zeeuws-Vlaanderen, allemaal dus naar Stampenschat om hier verwerkt te worden tot kristalsuiker. En dit jaar wordt zelfs een recordjaar, want de opbrengst uit die bieten, ze zeggen, het gaat echt alle records te boven. Arno Huismans, ja, het alle records te boven zegt u. Waarop is dat gebaseerd, die verwachting? Dat is gebaseerd op het hele goede groeiseizoen wat we gehad hebben. En we hebben ondertussen hele goede resistente rassen die resistent zijn tegen bepaalde ziektes. En dan zie je dat die biet zeg maar onbeperkt door kan groeien. En een biet is een tweejarig gewas. Dus dat betekent dat als omstandigheden goed zijn, dan kan hij eigenlijk onbeperkt groeien totdat hij geoogst wordt. Ja, het was een redelijk goede zomer. Augustus was pet, heb ik zelf ervaren als vakantiemaand. Ja. Maar u zegt het was gunstig en in die zin, ja, we kunnen hier goed gaan cashen. Ja. Nee, dat klopt. Vooral het voorjaar was goed. We hadden zeg maar goede temperaturen. Af en toe een bui regen. In een heel aantal regio's was dat goed. In enkele was dat minder. En dat betekent dat als die biet vroeg kan starten, dan heb je zeg maar een vol gewas. Ja, en dan, als die groei er helemaal in zit, dan zie je bieten zoals je hier op het Gorp hebt zitten. Ja. Zulke bieten begin van de campagne qua grootte, die hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Het zijn eigenlijk meer bieten die we normaal zeg maar half de campagne zien en we zien ze nu al. Ja, we zien dus die shovel op de achtergrond op heen en weer rijden. Die bieten die gaan de bunker in en dan via lopende band de fabriek in. Straks gaan we kijken hoe het precies werkt. Alleen ja, het is bijna nostalgisch. Die lucht, die zoetweeige lucht, ik ruik hem nog niet, maar hij komt eraan, zegt u. Ja, dat klopt. Ik ruik hem ook nog niet, maar goed, we zijn nu net zeg maar aan het snijden. En zolang de suiker nog niet echt geproduceerd wordt, dan ruik je dat nog niet. Normaliter zie je bij ons zeg maar ook altijd pluim op de fabriek. Die zullen we dit jaar niet zien, omdat we geen pulp dit jaar drogen. En die pluim dat was eigenlijk de waterdamp van de droger. Goed, dat grote beest zoals ik het net al beschreef, hè, die suikerfabriek achter mij, een van de laatste van Nederland, is dus op gang aan het komen. De vrachtwagens die zijn onderweg tot half januari de suikerbietencampagne en ja, heel, heel veel kristalsuiker als eindresultaat van die campagne. Raoul Kartens in Dinteloord, dankjewel.